Als u het stomermateriaal gaat wisselen, dan legt u allereerst de materialen klaar. Het stomerzakje, de mal, een paar gaasen, het afvalzakje en het stomerschaartje. Bij een kolenstomer kan het zijn dat u een gesloten stomerzakje gebruikt. Maar er zijn ook stomerdragers die een leegbaar zakje gebruiken. Maak een paar gaasen nat met wat lauw, warm kraanwater. U verwijdert rustig het stomerzakje van boven naar beneden en het is belangrijk dat u hierbij de huid ondersteunt. Maak de stoma en de omliggende huid schoon met natte gazen en vervolgens met een drooggaas. Controleer de mal om de stoma. Er moet ongeveer een millimeter ruimte zijn tussen de mal en de stoma. Na 6 tot 8 weken zal de stoma niet verder meer slinken en hoeft u dus ook niet meer te meten. Knip de huidplaat op de juiste maat. Vaak is het mogelijk dat de stomerverpleegkundige voorgeknipte stomerzakjes voor u kan bestellen. Ga met de vinger even over de rand om te controleren of de opening glad is. Verwijder de afdekfolie. Rek de opening iets op. Vouw de huidplaat dubbel met de ene hand en druk met de andere hand boven de stoma, want dan komt het stoma iets omhoog. Leg het stomerzakje met de opening onder de stoma en leg dan rustig de huidplaat over het stoma heen. Druk met de vinger rond de stoma de huidplaat aan. Controleer aan de buitenzijde of er geen plooien zijn. En vervolgens met de hand een minuut op het stomerzakje om het geheel te verwarmen. Doe al het afval in het afvalzakje en gooi het in de afvalemmer of zwarte bak.